Ten zuiden van Rotterdam wordt zo'n beetje alles volgebouwd. Barendrecht, de hele Vinex-locatie van Carnisse-Landen is natuurlijk bekend. En ook Albrandswaard heeft tegen die Vinex-locatie aan een hele nieuwe wijk gebouwd. Het is onderverdeeld in verschillende eilanden. Het begint met een oranje brug. Die geeft dus aan dat de kleur van het eerste eiland is. En op de achtergrond hoort u dat de Portlandse baan heel druk is. Een gele brug die aangeeft dat het gele eiland is en ze wordt groen en blauw. Goedemiddag, mag ik u soms wat vragen? Ja, waarover? Hoe bevalt het wonen hier? Nou, heerlijk. Wij wonen hier al 5 jaar. Ja. Want wij zijn zeg maar de pioniers van Portland in de Hoven. En wij gaan, toevallig krijgen wij over 2 weken een sleutel, of anderhalve week eigenlijk, van ons nieuwe huis. En dat is weer in Portland. Dus we zijn gebleven. Dus u heeft al een huis versleten hier in Portland. Ja, we hebben al een huis versleten, ja. We gaan wat ruimer wonen. Wat ruimer wonen. Ja, ja. Ik wou wat vragen over het wonen. U woont hier in Portland? Ja, ik woon hierachter. Op 200 meter. Hoe bevalt het? We wonen sinds 5 weken en het bevalt eigenlijk prima. We liggen hier heel centraal tussen allerlei snelwegen in. Dus heel veel uitvalswegen. Ik werk als commercieel manager, dus veel op de weg. Voor de rest hebben we natuurlijk een enorm recreatiegebied hier in de buurt, wat helemaal aangelegd wordt. Mijn familie woont in Hoogvliet, andere familie, schoonfamilie in de buurt van Zwijndrecht, Dordrecht, Ridderkerk. Dus we liggen heel centraal. Mag ik u soms wat vragen over het wonen in Portland? Ja, want u zit hier nou zo op ja, een... Ja, ik heb altijd... Een spliksplinternieuw speeltuintje is het, hè? Ja. Helemaal echt spliksplinternieuw met een heel zacht spul ligt erop. Een soort zand, ik weet niet wat het is. Ja. Met speeltoestellen. U woont hier in Portland. Hoe bevalt dat? Ja, hartstikke goed. Ja. Hoe lang al? November heb ik de sleutel gekregen. Dus even een beetje opknappen. En helemaal te gek is het hier. Toch wel? Ja. Ja, het bevalt me inderdaad heel goed eigenlijk. Ja. En dat is ook wel een reden dat we hebben gekozen voor een nieuw huis, ook weer in Portland. Ik kom uit Den Haag. Ja. En daar konden de kinderen natuurlijk heel weinig buiten spelen. En hier houdt ze niet meer binnen hier. Ze konden niet op straat in Den Haag en zo? Nee, ik had een hele grote achtertuin wel, dus daar waren ze lekker aan het spelen. Maar vlakbij het Schilderswijk, bij de Haagse Markt. En dat was een drukke weg ook, waar ze hard reden. Ja. Dus ik zeg, ze hebben nu de leeftijd. Ik heb een tweeling van 3 die lekker buiten willen spelen. Ja, en dat kan hier, dat is helemaal te gek. We spelen hier best wel vaak voetbal. En dit is een van de eerste keren of zo dat we basketbal spelen hier zo. Nou ja, omdat we ons eigen vervelen eigenlijk. Op zich is het wel een leuke ring. Maar als het nog iets hoger was... Ja, de kerker moet iets hoger. Want we waren hier met mijn vader aan het voetballen. Kijk, die bal ging helemaal daarin. Echt 6 keer of zo heeft hij hem in de sloot geschopt. En die mensen daar hebben ook last op de hoek. Voelt het nou echt ook als wonen in Roon? Of is het nou meer een beetje toch Barendrecht, het gevoel? Nou, ik merk zelf dat ik eerder geneigd ben naar Barendrecht te gaan dan naar Roon. En dat komt eigenlijk vooral door de makkelijkere bereikbaarheid, ja. We hebben ook bewust hiervoor gekozen, want aan de ene kant woon je dicht bij Rotterdam. Ja. He, je kunt toch binnendoor ben je met 5 minuten op Slingen en 10 minuten ben je op Zuidplein. En aan de andere kant woon je ook gelijk bij de natuur. Ik ga met de hond een stuk lopen, dicht bij de natuur, maar ook dicht bij Rotterdam. Dus alle voorzieningen bij de hand. Ja. Barendrecht. En Barendrecht, ik bedoel, het ligt er vlak tegenaan. Voelt u zich nou meer Barendrechter? Nee, helemaal niet. Nee, niet. Barendrecht en Roon is toch een heel verschil. Er gaan geruchten dat het huis niet is verkocht omdat het pleintje hier is. Nou, dat nee, toch? Rust verstoord is. Nee, maar dat huis is niet verkocht. Ja, nog niet verkocht. Nou, er woont nog niemand. Ja. Oh, niet is verkocht. Ja, niet is verkocht, ja. Daarom willen ze daar niet wonen natuurlijk. Iedereen ziet dat basketbalpleintje en denkt, ja, daar gaan we dus niet naast wonen. Ja, nee. Maar dat valt best wel mee hoor. Een echte Albrandswaarder als het al bestaat. Ik ben wel altijd heel erg import. Yeah. Ik kom oorspronkelijk uit Gouda en ik heb lange tijd in Dordrecht gewoond. Dus ik word altijd niet echt een binding hier met deze buurt. Maar ik vind Roon toch wel een... Ja, we hebben daar echt bewust voor gekozen om hier een huis te zoeken. Ja, we zijn heel blij dat dat ook gelukt is.